Welkom bij de volgende video. Misschien ben je doorgeklikt van de vorige en weet je al waar die over gaat. En misschien heb je de titel al gelezen, waarschijnlijk heb je de titel al gelezen. Maar we gaan praten over energie. Een enorm belangrijke stap in de transitie naar een meer duurzame wereld. En we gaan gelijk door op het thema waar we het net al over hadden. Dus kernenergie. Want er kwam een vraag van Jaap binnen en Jaap vraagt zich af. Waarom is kernenergie niet een optie als het met wind- en zonne-energie alleen niet lukt? Ja, nou, dat zal ik Jaap eens even uitleggen. Want wat de Partij voor de Dieren betreft is kernenergie echt een afgesloten discussie. Kijk, er zijn wel verhalen over thoriumcentrales, et cetera. Maar in de jaren 50 hadden we het daar ook al over. En je ziet dat er weinig ontwikkeling is op dat gebied. Dus dat we kernenergie op een schone manier zouden kunnen opwekken, dat is echt toekomstmuziek nog. Dat gebeurt nu niet. En ja, we kunnen nou eenmaal niet wachten met de energietransitie. We hebben te maken met enorm schadelijke gevolgen. Dus we moeten nu die omslag maken. En de komende 4 jaar zijn echt bepalend. Zijn echt de verkiezingen van je leven. En we moeten die omslag maken naar echt duurzame energie. En een aantal zaken waarom kernenergie niet duurzaam is, is we hebben nog steeds geen oplossing voor het radioactieve afval. Het is een groot risico, levert gevaar op. En uranium is een eindige grondstof, die hebben we nodig voor kernenergie. Ja, en als we zo doorgaan, als we het aantal kerncentrales verdubbelen, dan zijn we binnen 40 jaar over uranium zijn we dan doorheen. Ja. Nou, bovendien is het veel te duur. Is het zo dat het daadwerkelijk nog een risico is? Want we hebben natuurlijk dit ongeluk lang geleden gehad, maar sindsdien zijn de veiligheidsnormen enorm verbeterd. Ja, maar alsnog is er natuurlijk altijd een risico dat het een keer misgaat. Je ziet het ook bijvoorbeeld in België. Er is regelmatig is er weer iets mis met die centrale, ook omdat die nu verouderd. En dan hebben wij zoiets van, ja, dat risico moet je gewoon niet nemen. En waarom zou je wel dat risico, ook al is het kleiner geworden, want het is zo. Waarom zou je dat risico nemen als het niet nodig is? Ja. En het gaat niet dat snel. Was wel in de vraag van Jaap. Van stel, we halen het niet met de duurzame bron die we kennen. Ja. Waarom dan geen kernenergie? Nou kijk, als je dat... Ja, maar we halen het wel. We kunnen het wel halen met die duurzame bron die we hebben. Maar dan het punt is, waarom we het nu niet halen, is omdat we de politieke keuze niet wij, de Partij voor Dieren, maar omdat andere partijen die keuzes nu niet maken. En dus daarom zijn deze verkiezingen ook zo belangrijk. Ja. Dat we echt inzetten op die duurzame energie. Dus wat wij zeggen op energiegebied is, je moet vooral inzetten op energiebesparing. Want daar valt de grootste winst te behalen. En wij willen 50% energie besparen ten opzichte van 2011 in 2030. Nou, energie die je bespaart, hoef je ook niet op te wekken. En als je dus in combinatie met die forse energiebesparing inzet op die oneindige bronnen, dan zorg je ervoor dat je een echt toekomstbestendig systeem hebt. Ja, oké. Okay. Dan kunnen we een mooie lusje naar de volgende vraag. Ja. Die komt van Koen. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het stroomnet stabiel blijft met alle duurzame bronnen die op het net aangesloten komen? Ja, nou, we hebben nu te maken met natuurlijk dat er steeds meer duurzame stroom komt. En het probleem is, er is niet genoeg ruimte op het net om die stroom dan op een goede manier te laten verlopen. Alles dreigt vast te lopen. Nou, wat wij zeggen, Partij voor Dieren hamert al jaren op een decentrale energievoorziening. Dus als we echt die omslag willen maken, moeten we sowieso niet meer denken in termen van, we hebben een grote centrale en daar gaan we dus al onze energie vandaan halen. En daarom hameren we het zo op dat we onze gebouwen en huizen, dat we daar zonnepanelen op moeten leggen, niet op landbouwgrond of natuur. Maar we hebben de daken tot onze beschikking, dus dat moeten we doen. We moeten die fiscale mogelijkheden ook toegankelijk maken voor burgers. Maar hoe zie je dan het vraagstuk van supply and demand? Want je hebt natuurlijk de zon die schijnt overdag, maar 's nachts niet. En je wil 's nachts wel elektriciteit om je telefoon of auto op te laden. Ja, nou ja, we moeten goed werken aan zonneopslag. Dus inderdaad in de vorm van zonnebatterijen. En we hebben natuurlijk nog windenergie daarnaast. Hè, We gaan door naar de laatste vraag over dit thema. En die komt van Sascha. Mijn vraag aan jullie was, hoe zouden jullie de energietransitie mogelijk maken zonder het gebruik van bijvoorbeeld alternatief als kernenergie als tussenstap? En hoe realistisch is jullie visie op de energietransitie? Hebben jullie dit al een keer nagerekend? Nou, kernenergie hebben we al super uitgebreid besproken, dus dat kunnen we even daar laten. Maar we kunnen ingaan op het tweede deel van de vraag. Dus hoe realistisch is het en hebben we het een keer laten doorrekenen? Ja, zeker. We hebben dus
ons plan hebben we gebaseerd op Urgenda. Urgenda heeft al een keer, dat is een maatschappelijke organisatie, die heeft ook die klimaatrechtszaak gedaan tegen de staat. En zij weten wel van wanten, want zij hebben dus een plan gemaakt voor energie neutraal in 2030. Nou, en dat hebben wij als uitgangspunt genomen voor ons verkiezingsprogramma. Toen zijn we gaan kijken van welke keuzes maken zij er dan in, want daar gaat het natuurlijk voornamelijk over. En nou, dan zie je dat een aantal dingen, dat de Partij voor de Dieren het daar nog niet mee eens was. Dus bijvoorbeeld een deel biomassa zat er nog in. En inmiddels is Urgenda ook alweer veranderd, dat ook geen optie is. Maar wat wij dus vervolgens hebben gedaan, is bij een onderzoeksbureau hebben wij dat voorgelegd, Calavasta. En zij zijn ook gaan rekenen. En zo zijn we tot een schatting gekomen van, oké, in 2030 kunnen we zoveel energie besparen. En bijvoorbeeld, wat heel belangrijk is ook in de industrie, dat we efficiënter onze productieprocessen inrichten. Maar we hebben bijvoorbeeld daar ook rekening mee gehouden dat wij het grondstoffengebruik willen halveren. Want wij willen natuurlijk uiteindelijk ook minder produceren. En we willen ook dat je makkelijker producten kunt hergebruiken, dat je die grondstoffen eruit kunt halen. Nou, al dat soort zaken hebben we dus meegenomen in die berekening. En uiteindelijk komen we dus ook uit dat we in 2030 klimaatneutraal kunnen zijn. En dat moet dus gepaard gaan met een flinke energiebesparing. Oké. Ja. Oké. Nou, een hele hoop besproken weer. Ja. Fijn dat je hebt gekeken. We gaan door naar het volgende thema, maar dat is ook in een andere video, dus daar kan je doorklikken. Tot zo!